Pak een schaar. Bijt hem gewoon kapot! Hij heeft hem. Ja. QC. Oh, daar gaat hij. Oh, hij legt die al. Ja, hij doet het al, jongen. Hallo. Succes, jongens. Hé, we moeten het toch normaal? Dames en heren, van harte welkom alweer bij de alle grote finale van seizoen 5. We zijn er 2 gevolgd, joh. Wat een feest. Ja, wat een feest. Wat een feest. Dank jullie wel voor het enthousiasme, normaal, jongens. Hoor ik andere poppings in mijn buurt, maar dit was ja. Goed. Vandaag gaan mijzelf en Duncan het natuurlijk tegen elkaar opnemen in een best of 3. Met verschillende spelletjes voor de almachtige trofee. Oh, dat is hier mooi. Jongens, ik zeg alvast, ik hoop op een nek-aan-nek race. Het gaat nek-aan-nek sowieso zijn. Sowieso. De vorige aflevering was ook echt nek-aan-nek. Ja, niet normaal. En anders ga ik gewoon nek slappen als een giraffe. Nee, niet boos worden nou. Die knockout van Q op. Was ook nek aan nek. Jam, waarom zo boos, man? Accepteer die derde plek. Je hebt brons. Kan Arvie even zo'n bronzen beker naast Jam zetten? Ja, toch. Yeah. Ja, wel netjes. Hard voor gewerkt. Goed, we weten wel dat het een best of 3 is. Dus degene die 2 games wint, die wint dus uiteindelijk de grote finale. Maar we weten alleen niet welk spelletje we gaan spelen. En daarvoor gebruiken wij de randomizer. Ofwel het rad van spel. Spel van rad. Oh, die had wel heel snel. Hij is flitsend. Super veel toeren. Natuurlijk. Dat in een 1-1. Oké. In een 1-1. Okay. Ik had deze wel willen spelen hoor. Ik ben jaloers. Ik ga sowieso geen aubergine zijn. Focus aubergine. Aubergine heb ik nooit verloren daar. Dat moet je wel weten. Je moet aubergine pakken. Choose wisely. Duncan. Oké, Don. Ja, succes. Succes. Rota finale. We worden de beste winnen. Succes. En hopelijk wordt het weer zo spannend. Succes. Nek aan nek. Duncan. Moet de aubergine worden gekozen, ja of nee? Nee. Dan of gaan we voor de avocado? Aubergine moet. Ik ga voor banaan, want dat hoort bij mij. Banaan? Bananenflavor. Of ga ik voor de donut? Slurs. Want bij een donut zou je de boemerang er doorheen kunnen gooien. Pak nou aubergine, Don. Ik vind die bakkoffie eigenlijk wel bij Don passen. Lekker, man. Altijd met de dons op de aubergines, man. Dit spel bestaat niet zonder de ober. Snap je? Daar gaan we, boys. Het concept is nu wel even anders. Het is niet kills, het is last man standing. Alright. Kom op, man. Finale, man. Hop. Even mijn blokje openmaken, Don. Oh ja. Hop. Is dit opwarm? Even beter. Dit is opwarm of we zijn begonnen. Okay. Wacht even, ik moet even... Oh ja, dit is gooien. Ik weet het alweer. Zoom in. Ik moest even wennen. Ja, het hebben we wel warm. Dat maakt niet uit, weet je. Gelukkig. Okay. Daar gaan we. Dan klaar. Gaan we. Oh, shit. One v one, maar ik ben wel nerveus. 1v1 is veel moeilijker, want je bent constant op elkaar gefocust. Ja, heel erg. Dat is waar. Je moet focussen. Ja. Dat is een boom. Hey, dat is een boom. Je gooit hem wel rechtsom. Ik dacht, je gooit linksom. Nice. Focus aubergine. Ja, de focus is real. Iedereen is nu tegen aubergine. Dat heb ik dan weer mee. Damn. Hoort dit weer zo'n nek-aan-nek racen? Ja, deze is flink nek-aan-nek. Ik wist even niet meer wat die stenen deden. Oh, het is glad. Oh, je glijdt. Waarom is het zo glad? Er ligt alleen daar ijs. Min 15, Duncan. Dit werkt toch niet, joh. Je kan hem boinken. Zo. Gekke dodge. Ik heb even mijn boemerang nodig. Nee, Don, mijn boemerang. Pak hem, Don. Pak de boemerang. Hoe raakte die niet? Wat een goeie kill, Don. Goeie kill. Ja, dat is de aubergine. De aubergine, man. Hop. Hey, ik ga even teleporteren en dan even... Daar! Ik zag het nog gefocust op mezelf. Ik was hem ook kwijt. Ik moest mezelf ook even zoeken. Ik was mezelf ook kwijt. 3-1. Hey, power up. Dat is het al. We moeten naar een specifieke plek. Okay, maar de zone wordt klaarder. De zone wordt... Het is zo moeilijk. Victory Royale. Elkaar constant uit. 1v1 is zoveel moeilijker. Ja, man. Ja, bizar. Dat is de winnaar. Ga eens even heel snel terug.
Oké, okay, oh, nee, die oh. Oh. De blok van de doos. Hoezo? Oh, je hebt alleen Don met TV. Alleen Don heeft de TV. Shit. Je kan ook met je boomerang door de teleporter. Ja, dat zie ik dat nu ook. Dat was sick geweest. Oh, dat zou. Big brain, strat. Hier, hot oké. Nee, doe maar rot. Nee, doe nou. Stop. Werk even mee, Webber. Kom. Oké, kom. Wow. Wow. Nee, dat gaan we laten. Wat? Huh? Jij hoorde nog hij raakte het ding niet. Met zijn boemerang. Kijk, met zijn boemerang. Dat was allemaal part of the play. Allemaal part of the play. KTN top play, man. Zou ik jou eens even kietelen van dichtbij met mijn boemerang? Of niet? Met kietel. Met kietel? Sla hem. Hak dat. Slice de banana. Slice de banana. Die ging 2 km/u, man. Ricochet. Ja, maar fruit is zacht, scherpe banaan. Nee, maar ik ben een aubergine. Gebruik de tipies. Gebruik de goede tipie. Doe de tipie. Oh, dat werkt toch niet, joh. Oh, shit. Kom naar terug. Hey, what the fuck? Je duwde me. Ja, je duwde ze met elkaar. Je duwde een clash. Nice. Dat is zo verwarrend. Dat is gewoon leuk. Nekka, dit is weer nek aan nek. Nek aan nek. Hou eens op met je nek aan nek, man. Oh, Battle Royale weer. Ja, ik zit op locatie. Komt er maar. Oh. Ja, gaan we dit zien? Aha, je boomerang ligt bij mij, Don. Oh, je moet naar mij toe komen. Zo, dat was geen muur weer, hè? Weten. Oh, gekke rotations. Shit, Don, je moet die comeback pakken, man. Ja, wat doet die croissant in het midden? Een croissant! Pak die bamboe en mijn. Maak een scaffolding. Een scaffolding? Scaffolding? Boomerang. Wat zijn we aan het doen? Ik weet niet. Oh, de jump! De jump! Kan je cancelen? Hoe werkt dit? Oh. Ik weet niet of je kan cancelen. Nee. Als hij hem had op de terugweg. Nee, mijn boemerang. Hij zit vast. Wacht even. Frik. Hop. Oh, dit gaat. Zit hij vast in de doink. In de bagier. Oh, je kan een richting veranderen. Gooi hem er langs. Oh. Nou, het is mijn. Oh, nee. Oh, nee, dat kan me killen. Je kan, oppakken. Je kan hem oppakken. Duncan, hij zit daar echt vast. Ja, sorry. Ik zit echt even te kloten. Yo. Oh. Clean. De rain is heel clean. Zeer clean. Dit was niet is mijn dit ronde. Een ijsbaan? Ijsbaan! Oh. Wil je dit even niet doen? Dankjewel. Oh jee. Terug, nee. Mijn boemerang meegenomen. Oh, nee. Comeback, hoor. Het wordt wel minder spannend nu. Vergeet de groente. Hoezo? Hoezo wordt het minder spannend, Joost? Ja, dat is toch, is het is toch pas spannend als er één iemand heel overduidelijk wint. Oh. Ja, man, dan is het nek aan nek. Dan is het nek aan nek. Wat doe je? Verkeerde kant op gooien, toch? I know, maar het is, ik heb geen angle. Oh, geometrie. Oh, locatie. Oh. Je moet hem killen, dat is het doel van dit spel. Toch wel? Oh, ik kan hem hakken. Nee, zo Jezus. Gezegd. Bananenstukjes. Ja, echt dat heel veel stukjes. Dat is ook zo moeilijk te doen nu. Dit is echt niet meer spannend. Oh, Power B. Vermommen. Don, vermom je nu, go. Wat heb je daar nou? In een 1v1 heb je oh my god, hij is gewoon weg. Maar hij weet ook zelf niet waar hij zit. Jawel. Gezet! Oh, daar zit hij. Oh. 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 Waar gaat jouw boomerang heen? Boomerang. Ik ben zo benieuwd. Die waar gaat hij heen? Ik zag je erbij, jongen. Boomerang niet meer, joh. Gelijk. Dit is een finale wale. Dit is een niks meer raken. Vermom. Hé, hallo. Game hier met de comeback, man. Bob! Oh. Wat, waar gaat die heen, joh? Dodge! Nee! Oh, ja, nee. In het water! De tegel! Oh, nog eens een stop, man. De comeback, Bob. Don staat voor. Duncan niet, je hebt alles weggegeven. Kom dan. Kom dan. Zap. Ik gooi alleen maar mis. Ik snap die angle niet ervan, joh. Daar sprong je echt in. Ik gooi echt alleen maar mis nu. Duncan werd te gemakkelijk, man. Hij dacht dat hij het al binnen had, joh. Oeh, de blok. Kijk, ja, een blok. Misschien wel. Vegen. Oh, ik moet even mijn ding ophalen, hoor. Allee. Ja, doe dat. Joink. Met ijs. Oh! Ninja! Oh, roll of the fates! Zeg het schot! Kom op. Waarom fucking angelt hij zo gek? Nee, Hoe leeft hij? Bijna geplet. Hoe leeft hij nog? Nou, hij veegt je eraf. Hij plet niet echt deze, volgens mij. Jawel, wel stukje. Oh ja, top. Ja. Maar wel eens tussen die muur en de basement. Ja, kom eens even, word eens even voorzichtig. Het werkt niet echt. Oké. Gaat hij naar die kant op? Ik dacht hij gaat naar beneden.
Dat was wel dat je omhoog ging. Wat een play. KPN top play. Ja, snelle ronde. Oh nee, ik dacht dat worden sneller. Oh. Nee. Ik zit vast. Ik dacht dat worden vluggetje. Vluggetjes. Ja, nee, dat kon heel snel gaan. En een breezer. Ja, oké, we werken elkaar dit tegen. Niet. Jongens, ga campen. Wat een ongelooflijk goede landing. Hij is zo naar. Ik heb nog maar twee kansen. Mom jezelf, Tom. Mom jezelf. Het begint Ik heb dat zijn muur. Duncan heeft geen mazzel met die power-ups. Nek aan nek. Oh, deze is goed. Nou, ik had hem aan het begin wel een beetje. Hey, wat is dit? Waar ga je heen, Tom? Ga je naar die andere? Ga je naar deze? Hop. Hey. Kill hem door de teleporter. Dit is echt wel finale waardig. Ja, dit is echt een finale waardig potje. Jullie zijn zo aan elkaar gewaagd. Oh. Ik denk... Dammit! Don, kom hier! Wat een bizarre ronde. Dit is de mooie ronde. Ik ga deze ook niet weggeven, hè? De gong. Op het een. Nu zijn we geopend. Ik kom op mijn knoppen. Wat een comeback. Benoenu is de comeback. Dit kwam omdat je niet gongde. Dat was de reden. Nee, ik zocht dekking achter de gong. De gong is mijn vriend. Gaat die hem pakken. Ik moet gewoon niet mijn boemerang kwijtraken. Dat zou fijn zijn. Dat is de kunst. Enkels. Gooi over de fontein. Ah. Zo close. Hij slijt. Dit is spannend, joh. Met de slice. De beste game is deze. De final one. Die banaan. Dat is al bijna klaar. Power up. De banaan. Vermommen. Ze hebben allebei vermommen. Nee. Don, dit kan je niet doen. Dat gaan we niet doen. Don, doe het deze manier. Duncan heeft hem. Dat was ronde 1, Don. Kom. Ja, joh. Dat is te spannend. Meester in de vermommingen was hij wel. Maar zeker een aubergine. En er is gefocust. Het was niet genoeg. Ik ben gespannen. Ja, ik ook. Volgend spelletje. Ik zou zeggen, Duncan, aan jou de eer om aan het rad der spellen te ronken. Oh jee! QC! Kan ik QC inzetten? Eén frame, jongens! Stickfight. Oké, dus het kan twee kanten op. Of Duncan wint nu de beker, of Don wint. En het is 1-1 en dan komt het derde spel. Ja, er kan echt van alles gebeuren. Dat klopt. Stickfight. Okay, we gaan naar succes, jongens. Jongens, succes. Oh. Stickfight. Duncan. Oké, Don. Stickfight. Ja, het is jongens. Ja, even een paar regeltjes. Nog even een paar regeltjes. We spelen tot en met de 15. Dus de eerste wie 15 haalt, die wint deze ronde, zeg maar. Als jij wint, heb je die trofee. Als ik win, moeten we nog een gamepje doen. Dat is wel een mooie trofee. Kunnen we hem nog even heel kort zien? En kunnen we ook nog even één keer het trofee van Jeremy laten zien? Kunnen we ook even de trofee van QC laten zien? Hé, hey, nummer 7, man. Ja, oké. Zou ik de starttoeter doen? Ja, doe jij de start. Oké. Doe dat maar. Op de toeter, 3. Oh, wauw, jullie moeten wel allemaal tegen de muur staan. Tegen de muur. Ja, maar dat kan niet, want dan ga ik nou online. Oké, 3, 2, 1. Go! Let's go! Don is geel, toch? Ja, ik ben geel en Duncan is blauw. We missen elkaar. Wat zijn die aan het doen? Over elkaar heen. Dit spel is veel Ik wilde je blokken, dacht ik. Random. Ik weet niet wat die bal precies doet. Hey! De eerste game, man. Desert One Landfall. Ik ben blauw. De gun. Ik heb dit spel al zo lang niet meer gespeeld. Wacht even. Ga je nou richten met de recht of de linker? Recht. Dom. De snake. Ja, ik had de ik was in het nadeel daar. Ja. Desert. Kom op.
Zullen we even de brikken halen? Nee! Oh, ik heb een brik! Ik dacht dat jij hem had, joh. Ik ging al weg. Ja, ik ook. Ik raakte al in paniek. Oh, wat een brikken! Brikken! Help! Help! Eén frame, ja, dat is hem hoor. Hey Joost, hoeveel flashbacks krijg je nu? Of, ja, nee, het is, ik ben misschien wel blij dat ik dat ik vrienden heb gehoord. Oh nee, dat heeft Snake! 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 Dat is niet waar! Snake! Dat is niet waar! Het is gewoon suicide, die Snake. Het gaat weer spreekwoordelijk, nek aan nek, jongens. Ja, het is een spreekwoordelijk. Hashtag AK. Zo! Wow! Direct zottige. Disrespect. Wil je me niet een beetje sparen, jongen. Het zonder spaar. Oh, gun. Oh, jezus, je komt me gewoon midden. I got this. Oh, hoe raakte je die? Mikken. Ja, die leek maar door alles heen, joh. Ja, dat is maar een nek aan nek, hoor. Oh! Ik dacht dat ik de gun had. Dat is lag, hè? Ja, lag, die zin. Nek aan nek. Oh, jongens, twee frames. Oh, wat is dit? Oh, ik dacht dat jou had, joh. Nope. Jullie zijn wel finale waardig. Oh, jee. Vijf vind ik heel spannend. Ja, wie gaat wat doen? Wacht op een gun. Het is een stand-off. Shoot op. Eén rake kogel was niet genoeg. Help! Eén rake kogel was niet genoeg. Don't prepare to die. Prepare to die. Schiet gewoon zijn doos op. Je hebt zoveel guns, Duncan. Pak erop. Ja, wacht even. Nee. Ik doe mijn best, maar het schuurt is best wel moeilijk. Het is weer gelijk. Het staat weer gelijk. Nek aan nek. Wat is dit? Hey! Je kan ook de vechten. Gast. Zo, flink gescammed. Je zit zo'n scat. Wat gebeurde er? Stond ik allemaal vragen. Wat is dit? Gaat dit ding snel? Nee, één tempo. Doe normaal, joh. Snack! Ik hoop dat ik hem nog kan pakken. Oh, shit. Pas op. Oh, jee. Zo, ja, please. Oh jee. Poep. De gun die deur. Oh, nee. Ja. Hij loopt uit hoor, Dom. Hey, wat een guns. Maar dat was net ook, hè. Net werd er ook uitgelopen en Ja, toen kwam Duncan. Oh nee, hij heeft een pipa. Jij ook. Of is dat een lijm? Dat is een lijmpistool. Dat is een lijmpistool. Nee, dat is een soort grenade dingetje. Dat zijn grenades. Niet de snack! Voorzichtig met dat ding! Snack! Hij heeft hem gewoon! Zijn die hakken? En opeens zijn er gewoon 4 punten voor, joh. Niet normaal. Gaat snel met jullie gaan op de 15, toch? Prikken! Doe gewoon de prikken! Au! Au, jezus. Zo! Ik ben beter met je vuisten dan ik met je handen. Ja, ik wou zeggen. Fists of Fury, hè? Wacht, komen hier de kisten? Nee, is niks. Welke kisten? We hebben vaak genoeg Stickfighter gespeeld to know where this is going. Oh, dat werkt wel. Heel wat hem. Hij spamde gewoon. Gast, zo close, hè. Donner wordt nog maar 4. Oh, shit. Naar de zijkant, jongens. Naar de zijkant springen, beste. Ja, daar ga je al. QC wist dit. Die heeft geoefend, namelijk. Dit is ook leuk. Hoe kom je daar onder? Disrespect. Wait, dit is gewoon die bitchlap met spuug. Kan ik nog even een comeback maken? Doze. Please. Nee. De comeback van Duncan, jongens. Ja. Niet normaal. Ga jij dan naar de andere kant? Ik kan me nog een potje herinneren dat twee mensen aan allebei de kant heel lang gingen springen. Oh, die heeft al twee punten voor Don. Ik heb nog maar twee kansen, niet normaal. Nog twee punten voor Don. Hey, even zen jongens, even zen in de tuin. Kan ik even chillen bij dit steentje? Absoluut niet. Waarom niet? Ik kan gewoon chillen bij de steen. De stone. Duncan heeft hem. Jongen, het is nog niet over. Chaoswapens. Alles is nog mogelijk. Het is alle kanten. Oh, high ground. Het is nek aan nek. Duncan? Question. Ja. Hij heeft een pipa. Dat is grenade. Die zomer is. Ja, maar die van Don is denk. Grenade! Oh, shit. Ik stond daar te wachten. Oeh, dat was goed. Je hebt gewonnen. Raken. Eén puntje voor Don. Binnen een puntje. Niet normaal, joh. Oh, daar komt ie! En de confetti game 3! We gaan naar de derde game.
De derde game. Finale waren. Pittige game. Mijn hele bed ligt onder de confetti nu. Maar ik dacht dat Don viel. Maar wat is game 3? Daar wat gaan wij achter komen. Zal ik even aan het rad draaien? Draai aan het rad, Don. Oh, daar komt ie. Jouw beurt. Laat het iets goed zijn. Laat het worden. FIFA. FIFA. Uiteraard Gangbeats. Het kan ook niet anders. Het kan ook niet anders. Als een echte klassieker gaan wij voor de derde pot Gangbeats spelen. De finale pot. Dan gaan we overschakelen. Succes, boys. Succes, mannen. Set toen. Oei. Sad toon noises. Dames en heren, daar zijn we dan. De laatste ronde. Let's go! De allerbeslissende Succes, boys. Hype, we spelen tot de 5 wins. Dus je moet 5 rondes hierin winnen. En dan mag je de trofee mee naar huis. Trofee. Tenminste, mooi, waarschijnlijk komt hij naar jouw huis toe. In dit geval. Maar wie zet zijn geld in op Duncan? Wie zet hem op Gamer in? Waarom wil je altijd over geld op inzetten? Ja, man. Nou, een kleine winnenstap. Q, gewoon voor het bekijken. Wat wil je doen? Al die influencers gaan uithandelen. Nee. Na alle opnames op YouTube altijd in casino. Ik heb jullie allemaal gezien daar. Oké, jullie mogen beginnen als ik de start toen doe. Toen toe. Oké, doe hem maar gewoon even met de game. Ik zit beneden. Oeh, ik ben rood. Deze map ken ik helemaal niet. Nee, deze is nieuw. Hoor. Je moet elkaar, je moet elkaar in de fishtank gooien. Dat is het, denk ik. Keer de knop. Wat de hel? Het is een cefalopod hostili. Hij is boos. Cefalopod hostili. Doet hij ook nog wat? Oh, hij slaat een hekkie. Oh nee. Hij gaat je uiteindelijk pakken. Hoppa. There you go. Oh. Nee, maar hoe grijp ik jou ook alweer? Hoe grijp ik jou ook alweer? Iemand nog aan zijn nooit zin. Excuse me, je overleeft? Niet zwemmen. Wat? Dan kun je er helemaal niet dood, toch wel? Ik kan niet zwemmen. Het is ondiep. Oh, die onktopunts is eng. Jongens. Maar daar ga je niet dood dus. Hey, Wat de hel was dat? Oh, jammer. Mijn zonnebril zit nog wel op. Meekomen. Hier, meenemen. Nee, voert me niet aan de octopoons. Kom dan, hè? Kom dan. Je moet er ik snap je echt de ballen van. Hier, pak hem, octopus. Maar hoe kan je dan sterven in deze map? Ik heb geen idee. Kom even hier. Je plakt hem aan de octopus. Aan mijn helm. Ik ben kaal. Octopus. Hij heeft gewoon het kapsel van Joost. Dat is leeg, man. Mijn voet. Ik ben sowieso dood. Oh nee. Waar ben jij? Wat een map, zeg. 1-0 deze voor Game Neer. 1-0 voor Game Neer. Dat was wel een leuke map. Oké, jongens, volgende mappie. Truckers. Ik heb daar wel echt de perfecte skin voor. Ja, zeker. Kijk eens. Oh, met die billboard. Deze is zo. Ja, je moet bukken. Ook alweer. Oh ja. Ingedrukt houden, ja. Oh. Pak hem haar. Maar dat gaan we nu niet doen, hè. Tenminste, op de grond. Oh, zo goed. Deze is zo moeilijk. Hij is zijn petje weer kwijt. Op een gegeven moment moet je ook in die druk. Ik ben er nog. Don eraf. Ik ben er nog. Maar dat helpie vangt veel schade op. Je moest springen, niet liggen. Don heeft weer een ronde. 2-0. De swipe. Ja, met die snorjel van hem. Kijk niet hem. Normaal. Wat een nek aan nek. Oké, Don staat nu op 2 wins. Dus hij moet er nog 3. En Duncan moet er nog 5. Dus ja, dat kan ik al zeggen, maar dan met helium in je mond. Ja. Ik kan wel Duncan zeggen met de toeter. Dunk.
Duncan. Duncan moet er nog 5. Oh, wat goed. Oké, okay, meneer, moet er nog 1. Of nog 3, sorry. Dat was Toon al van die hele. Hebben jullie deze video nog niet geliked? Doe het dan even. Gremlindon. En abonneer ook op dit kanaal. Joejoe. Heel nice. Ja, dit was nice. Om heel eerlijk te zijn, Don, ik voelde me wel een beetje gekaapt daar, die win. Omdat ik dacht dat ik je had, ik had je er bijna 2 keer afgegooid en vervolgens word ik eraf gemapperd. Dus ik ga je nu pakken. Let maar op. Huh? Oh, dit is de zeppelin. Mijn pet. Telkens weer die pet van Duncan. Wacht, hop. Ik wil je pet pakken. Nee, ik heb je pet! Ik heb je pet! Kom dan! Mijn pet! Geef hem nee, nee, je mag hem niet hebben! Oh, nee! En mijn hoed! Nu is jouw hoed weg! Oh, dit is een randje dansen. Ik vind dit niet fijn. Een hele lastige plek. Waarom beweegt hij zo, die zeppelin, jongen? Je hebt, weer een wind. Weer een wind. Pak je zo vast, pak je zo vast. Oh, daar gaat hij. Ja. Je bent er nog. Ja, hij zit ook eigenlijk nog. Waar is die? Ik ben er nog niet meer. Let's go. 3-0. Jantje. 3-0. Jongen, jongen. Hey, met Jantje. Don moet nog 2 punten en Duncan nog steeds 5. Duncan, je moet in helium, Don. Nee, ik... Oh, kut. Waar is die helium? Hij zit ook met zijn kleedje, joh, die gozer. Die man gaat toch eens een keer even met zijn één horen toch even er eentje kapot prikken. Dan moet nog 2 wins. En Duncan moet er nog 3. 5. Nee, nog 5. Oh, 5. Sorry. Hallo, het is nek aan nek. Het is nek aan nek. Dit gaat erg goed. Q-sang jij ook even ballon, dat begint heel raar. Je moet even een, hoe heet het, een gaatje erin. Hallo. Ja, yo. Jou is je stem nog steeds zwaar, gewoon. Ja, je moet meer inhaleren, bro. Je moet er meer in houden. Gewoon met je tanden, zo'n aan de tuut. Ja, wacht. Goed inhaleren. En dan goed inhaleren, veel. Bro, dat ding weer. Hij zit vast hier. Ja, je moet even met je tanden een gaatje erin bijten. Dat heb ik gedaan. Eerst uitademen, dan heel diep inademen. Ja, je moet echt goed, dat het helemaal in je longen zit. Jongens, kijk, jij blijft gewoon hier helemaal. Bijt hem gewoon kapot. Bijt hem gewoon kapot! Q. Ik bijt hem kapot, bro! Hij heeft hem. Ja. QC. Oh, daar gaat hij. Oh, hij heeft die hand. Jij die doet wel, jongen! Hallo! Succes! Hé, we staan toch normaal? Gaan we, Don? Ja, gaan we. Oh, je hoed. Oh, mijn hoed. Dit is jouw moment. Kom dan. Die zit beter. De fans gaan aan, Ho. Wordt dit de comeback van Duncan? Deze is lastig voor deze map. Deze map is moeilijk. Oh, de zijkant. Gooi je naar zijn helm? Hoe kom ik die kant op? Ja. Ik dacht, ik zit al boven die railing, joh. Maar ik zag het verkeerd. Ik heb een ronde. Was dit een confetti-kanon waard dat hij een ronde won? Ja, ik vond het een confetti-kanon waard. Ik heb het niet gezien, Joost. Ik heb hem voor niks gedaan. Ik was te veel aan het vieren. God damn it. Don kan hier de 4e punt halen of Duncan kan de 2e punt halen. En dan wordt het echt spannend nog. De comeback. Het is nog steeds enorm spannend. Het is nekken. Oh, wat gebeurt hier nou weer? Ik was buiten beeld, joh. Oh jee, dit is vervelend mappie. Vervelend mappie. Wacht even, het moet even connected blijven. Yep. Stay connected. Hey, je kan die kabels kapot slaan, hè? Je kan die kabels kapot slaan, ja. Ja, maar dan valt het hele ding naar beneden. Daar heb je toch geen tijd voor, joh. Kom dan. Jij slaat me echt de hele tijd knock-out, joh. Ja, het kan. Ja, het kan echt. Hey, joh. Sla de kopstoot de kabel. Van die container af. Ik zie het niet, ik ben geel. Alles is geel. Je bent te veel geel. Oh nee. Kunnen we niet even op die andere vechten, joh? Nog eentje. Nog één. Het had toch wel kunnen blijven, maar je gleed echt van die rand af. Ja, ik ben glad. Shit. Gaat hij het doen? Doet hij het? Gaat de man van 40 jaar oud een trofee pakken? Nog een nou. Dit is echt maar anderhalf jaar of zo. Hoeveel trofees heb je nou al, Don? Ja, het is wel gamen, meneer. Hij kan het niet eens meer tellen, zoveel trofees. Hij is aan het denken. Kom op, Duncan.
twee kleintjes, twee grote. Oh, het kan zomaar voorbij zijn voor me. Duncan, nooit, Duncan. Step up your game, man. Duncan, niet opgeven, jongen. Vastpakken en kopstoten. Dat is de vastpakken tip. Vastpakken en kopstoten, serieus? Vastpakken, kopstoten. Vasthouden. Vasthouden, kopstoten. Dat is de tip. Ik moet denken aan die keer dat ik tegen Don in de finale shit. Stond. Oh, shit. Oh, god. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Situatie. Ja, maar ik hou hem niet vast, joh. Pak hem gewoon vast. Yeah. Hoppa. Ja, ja, hoppa. Op rossen. Nee. Kom op, Duncan. Hé, Don, ik wil je niet zeg maar nog meer zenuwachtig maken, maar je kan het nu beslissen. Ik kan het nu beslissen. Oh. Ik pak mijn karakter. Pak de railing. Kijk dan. Hij is nog. Oh. Duncan. Ja, wat is ook weer vastpakken? Ik ben het kwijt. Gewoon Duncan, de slaakknoppen, maar dan inhouden. Oh. Ga game meneer het doen. Ik sta op. Gooi hem. Oh, de railing. Oh, dat was wel echt een fysieke vorm. No mercy! Geen gras overheen laten groeien. Jemig! Van hoe moet je ook alweer grijpen naar... Jezus. 4-2 of niet? 4-2. 4-2, damn. Het wordt nog spannend. Stel je voor dat Duncan gewoon nog gaat winnen. Dan, ja, nou ja, dat is nou, dan lijp. Is het lijp. Hey Don, ik zit met mijn confetti klaar, hè? Voor als ja, je nee, pak... ik weet het. Ik weet ik doe mijn best. Hey, nek aan nek. Nek aan nek. Nek aan nek. Gaan we samen in het rad. Gaan we, Don. Gaan we. Samen ja, in nee, dat ik rad. Ik wil niet in dat rad. Dat rad ik is stom. Vind wel dat, ja, maar deze planken, die zakken onder je voeten weg. Je moet dat ook weg. Die planken gaan weg. Die planken gaan weg. In het rad? Ja, gaan we weg. Ik vind wel dat de winnaar straks de necklace moet doen, man. Waar gaan die planken? De planken zijn nog in orde. Ja, dat duurt even. Bij de hoede. Nee. Ja, komt die confetti? Dunkie, je weet de tricks. Oh shit, dit is ik weet de tricks. Dunkie, ik heb een rat in, jongen. Oh nee. Wat? En de tricks. De tricks, Duncan. Je bleef echt lang down. Kom dan. Hey. Jezus, stop. Hey, go, guys. Waarom ga je maar niet neer, joh? Ik map en ik map en ik map. Hij ik weet niet hoe! Hoezo kan hij ineens? Dol, geef het op. Kijk naar mijn snor en geef het op. Nooit ik zit even kijken waar het over meen je niet. Hij klimt! Oh, maar sla hij komt hem, terug. Sla hem! Ik durf niet. Ja. Oh. Ah, ja. Wat is dit nou? Ik weet ook niet hoe dit kan. Wat gebeurt hier? Ja, de meneer gaat niet zomaar neer. Nee. De heer gaat niet zomaar neer. Je moet niet panieken. Rustig. Ik ga in paniek. Gaat hij hem in rustig. Rustig. Ik ga in paniek. Nee, Duncan. Die hele draaimolen is aan het sterven. Gefeliciteerd! Een mooie comeback! What the heck, man! Ik dacht dat ik hem had! Ik zei, je moet rustig blijven! Maar je gaat gelijk alsof het drijfzand is! Legends of Gaming, seizoen 5, winnaar, Don Gamenier. Applaus! Ah, dank u. Maar ook een applaus voor nummer 2, hè? Duncan, je moet even vertrouwen. Ja. Zeker. En niet vergeten, jongens, nummer 3. Jack! Ja. Gaan we daar iedereen langs dan? En nummer 7, QC! Yeah. Daar wilde hij naartoe, denk ik. Goed, gefeliciteerd, Don. Dankjewel. Oh, wat een teringbende. Dat had ik inderdaad niet moeten doen. Don, wat zijn je overwinningswoorden, jongen? Speech. Goed, hemel. Ik vond het leuk. Ik vond het concept van de Danger Zone en dat er echt een dreiging was om af te vallen, vond ik echt hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie als deelnemers dat ook leuk vonden. En jullie als kijker dat ook leuk vonden. En dat er vele verse gezichten zijn gekomen in dit nieuwe seizoen. Nou, inmiddels al oud. Maar in dit seizoen van Legends of Gaming. Bedankt voor het kijken. Bedankt aan KPN voor het sponsoren natuurlijk van dit geheel. Jongens, bedankt voor het meedoen. En alle deelnemers die zijn afgevallen. Ik weet ze even allemaal niet te benoemen, maar goed gedaan, jongens. Ik word er emotioneel van. Ja, dat is niet normaal dit. Die tralen die gaan ook binnen, hoor.
Jongens, tranentrekkertje. De starting 8 en dit is de laatste 8. Dus we kunnen allemaal trots zijn op ons. Zeker. Ja. En misschien ook de nieuwe voor het nieuwe seizoen weer de starting 8. Ja. Nou, dat zien we tegen die tijd. Dankjewel, ja, regie. Dankjewel. Regie. Harvey, de editors. Ja, allemaal hartstikke goed gedaan. KPN, iedereen bedankt. Op de hoop dat we de volgende seizoen weer allemaal bij elkaar mogen zijn. Dat zou toch wat zijn. Ja. Dames en heren, tot de volgende keer. Waai allemaal. Doei. Later. Yeah.